attitude. De attitude is een balans die altijd in uitgedraaide positie wordt uitgevoerd. Er is altijd een speelbeen, dit been gaat omhoog, en er is een standbeen, daar sta je in. Een attitude kan op meerdere manieren worden uitgevoerd. Je kan je been voorwaarts doen, je kan hem achterwaarts doen, of je kan hem plié. We beginnen met de attitude achterwaarts. Je speelbeen is gebogen, terwijl je standbeen gestrekt is. Je been is uitgedraaid en wij wijken je kniebuis dus naar buiten. Bovenlichaam moet goed rechtop blijven. Terwijl je armen zijwaarts gaan, zijn je armen op schouderhoogte en je teen van je speelbeen is gestrekt. Om balans te houden kan je je ook eerst ergens aan vasthouden, zoals de bar. Zo kan je eerst de houding oefenen en daarna kan je het zonder bar oefenen. Ook kan je split tutorial kijken die je kan helpen om beter te worden. Je kan de attitude met verschillende benen doen, maar je kan hem ook voorwaarts doen. Hierbij is je been nog steeds uitgedraaid, je tegen de point en je lichaam krijgt op. Je kan de attitude ook verwerken in een draai of een sprong. Daar maak je het natuurlijk wel lastiger voor jezelf. Nu kennen jullie de basis van de attitude. Dit was alweer de techniek voor deze maand. Ik wens jullie heel veel succes met het oefenen thuis. Tot de volgende keer. Doei doei!